Een paar jaar geleden ontstond een nieuwe rage onder de motorrijders. Het klaverbladracen. Zo hard mogelijk door de lussen van een klaverblad rijden. Hier op het knooppunt Ressen gebeurden in 2001 23 ongevallen met motorrijders. In 11 gevallen liepen de motorrijders ernstig letsel op en er vonden er zelfs 3 de dood. Voor de politiemensen die de dode motorrijders aantreffen is dat een van de minst leuke kanten van het werk. We zijn best een hoop gewend, maar elke keer dat je bij een dodelijk ongeval komt, dan krijg je toch weer even de schrik te pakken. Want het is gewoon niet leuk. Nee. Als dat een motorrijder is, hè, die dodelijk verongelukt, denk jij dan ook aan je eigen motorrijder zijn of is dat gewoon werk? Jawel. Nee, je denkt er wel bij na. En ik heb zelf een keer de pech gehad, 1,5 jaar geleden, dat ik ook spontaan van de motor afgereden werd. Dus ja, ik ben er niet zo happig op. Het gevaar schuilt hem in het feit dat motorrijders in de bocht onderuit glijden en vervolgens onder de geleidrail doorschuiven. En bij die snelheden overleef je dat gewoon niet. Het geeft het effect van de aardappel door de frietenmachine. Er blijft weinig van je over. Dus we hebben gekeken van ja, wat kun je daar nou tegen doen? Controleren is een mogelijkheid, maar dat is heel beperkt, want ja, een motorrijder pak je niet zomaar. Nee. Dus we hebben samen met de wegbeheerder besloten om daar borden 50 neer te zetten. De maximum snelheid is dus 50 geworden. En wij kunnen nu met een lasergun kunnen we gaan controleren. En dat is de reden waarom die 50 kilometer is ingevoerd. Wat is het eigenlijk normaal? Want het is eigenlijk een stuk van de autosnelweg. Dus je zou zeggen 120 in principe. In principe wel. Alleen de wegbeheerder die kan op sommige plaatsen natuurlijk een snelheidsbeperking instellen. Ja, maar goed, als hij er niet staat, dan is het dus theoretisch 120. Theoretisch 120, maar dan ben je een knappe motorrijder als je dat voor elkaar krijgt. Nou weet ik toevallig dat jij ook een knappe motorrijder bent. Hoe hard kan het? Nou, je kunt er met 100 door, maar ik zelf zal het niet doen. 90? Ja, 80, 90. Dan rij je nog ontspannen. Ja. En je ziet wel eens motorrijders, ja, die gaan 100, 110. Maar die gooien hem dan helemaal plat. En dan gaan ze bijna met de knieën over het asfalt. En dat is aan mij niet besteed. Maar dat is wel stoer. Ja, sommigen vinden dat stoer. Ja, maar dan moet je dus ook met je knieën onder de vangrail door. Ja, en daar gaat hij. Dat is minder stoer. Ja. De motorrijder die hier waarschijnlijk onderuit geschoven is, heeft in dat geval geluk gehad. Hier staat geen geleiderrail in de bocht. Maar er staan wel bomen.